De staat werkt aan de opzet van een zorgautoriteit, zei gezondheidsminister Amara Madin eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat een heel traject gevolgd moet worden bij de opzet van een zorgautoriteit. De zorgautoriteit als beleidsmonitoringsinstituut, als beleidsadviserend instituut naar het ministerie toe moet gaan functioneren. Het is niet zo dat de zorgautoriteit in de driver seat gaat zitten. Het ministerie van Volksgezondheid is conform de wet op departementen nog steeds verantwoordelijk voor de taken die zijn vastgelegd bij wet. De departementale taken, zoals elk ministerie. Maar de zorgautoriteit, zoals we ook hebben, de wegenautoriteit, standaardenbureau en maritieme autoriteit, die heeft specifieke taken en doelen waartoe ze het ministerie, het vakministerie, daartoe moeten bijstaan. En het is eigenlijk nog een lang traject om te komen tot die echte structurele oplossingen. Want je zit niet alleen met wettelijke zaken, je zit ook met financiële hervormingen, je zit ook met hervormingen binnen ziekenhuizen, binnen organisaties. Het is een heel traject. De bewindsman geeft verder aan vorig jaar een bezoek te hebben gebracht aan de Nederlandse zorgautoriteit. Daar kreeg Ramadin een volledig beeld van het functioneren van zo'n orgaan. En daar heb ik een volledige uiteenzetting gegeven over die rol, waar men gewoon boetes uitdeelt aan ziekenhuizen, aan specialisten die over de schreef gaan. Er is een klankbord voor velen. En de zorgautoriteit in Nederland heeft alles digitaal ook gepubliceerd op de website. Men ziet precies hoe tarieven worden bepaald, hoe de kosten in de zorg worden verdeeld. Wanneer er stelselmatig sprake is van desorganisatie of klachten binnen ziekenhuizen, wordt er een compleet onderzoek gedaan, boekhoudkundig, et cetera. Dus die taak is allemaal ook bij wet vastgelegd in Nederland. Dus we praten nu nog niet over een zorgautoriteit, want die bestaat er nog niet. We praten over de structuur die de voorbereidingen moet doen voor die zorgautoriteit. De minister stelt dat het team dat nu verantwoordelijk is voor de oprichting van de zorgautoriteit flink wat werk heeft.